Ja, voetballen niet goed. Maar dit was een wedstrijd waar je laat zien dat je gewoon ook kan strijden met z'n allen de winst behaalt. En met z'n allen gewoon één doel voor ogen hebben. Dat is hier winnen. En dat was heel belangrijk vandaag. Wat was voor jou het belangrijkste moment van deze wedstrijd? Ik denk de 2-0 sowieso. Van Mo natuurlijk. Na lange tijd is hij weer terug. En ik ben heel blij voor de jongen dat hij op zo'n beslissend moment uiteindelijk 1-0 maakt hij de 2-0. En dat gaf ons in de stand lucht en uiteindelijk de winnende goal dus. Ja, jullie voelen dan ook op dat moment ook zijn emotie, hè? Dat voel je allemaal mee. Ja, zeker. Zeker. Wat ik zeg, is jongen aan mijn hart en lastige periode doorgemaakt. En nu is hij weer helemaal terug en ik ben blij voor hem. En dit zijn stappen om het nog beter te doen. Ik ben heel benieuwd met wie jij nu aan het appen bent. Nu? Van wie jij nu berichtjes binnenkrijgt? Nu, toevallig nu. Mijn broer. Wat zegt hij? Hij zegt trots op je broertje. Ik had je gisteren al gezegd dat je zou scoren. Dat zijn de belangrijkste complimenten, hè? Ja. Happy. Nee, maar ja. Een mooie goal. Ik had hem voor me en ik dacht, uithalen. Hij zat er echt heerlijk in. Ja. Wat voel je op zo'n moment? Ja, blijdschap en de woorden van gisteren van mijn broer. Hij was echt gisteren gewoon heel erg aan het hameren van morgen ga je het doen. Oké. Ja, en het is ook weer lekker om te starten, denk ik. Het vertrouwen van de trainer, het gaat goed met je, heb ik het idee. Ja, het gaat goed. Ik ben happy, dus het is in een dipje. Dat heeft iedere voetballer denk ik wel gehad. Maar ik ben wel blij dat ik het nu heb gekregen. En niet op een oudere leeftijd. Is het een bekroning, zeg maar, op de afgelopen periode, op jouw harde werken? Ja. Ja, zeker. Zo voelt het wel voor me. Veel buiten de groep omgetraind. Dus met de groep en voor mezelf veel. En ik was constant bezig. Lange dagen op de club. En blij dat ik hem zo heb kunnen bekronen, ja. Ja, en naast dat je broer heel belangrijk voor je is, die jou ook misschien het zelfvertrouwen geeft, zitten er ook een paar mensen op de bank die jou dat vertrouwen geven, blijkbaar. Ja, de trainers natuurlijk, de spelers. En veel van de spelers zeiden vandaag gaat het gebeuren ook. En ook voor hun. Dit is voor hun en voor de vertrouwen die ze in me hebben. En je ziet het. Ik ben gewoon echt happy. En de oude Mo is terug. Zag je nou nee schudden na afloop? Ja, toch niet hetgeen wat ik had verwacht. Maar toch uiteindelijk wel een mooi moment om het debuut te maken. Maar ja... Toch niet hetgeen wat ik had verwacht, nee. Je baalt? Ja, eigenlijk wel, ja. Waarom dan? Ja, het was een hele moeilijke wedstrijd. Ik zat er niet lekker in. Al met al moet ik gewoon tevreden zijn met mijn debuut. En gewoon kijken naar de volgende wedstrijd en op naar meer. Ja, dat is toch hartstikke mooi als je kijkt waar je vandaan komt. Dat moet je toch ook voelen als je dat veld inkomt? Ja, daar heb je wel een punt. Ja, ik heb een heel moeilijke periode achter de rug van bijna... 2 jaar, dus eigenlijk mag ik wel tevreden zijn met nu mijn debuut. Het is allemaal heel snel gegaan en al met al moet ik gewoon tevreden zijn, ja. Uiteindelijk zijn dit, wat ik zeg, voetballend helemaal niet goed, maar deze wedstrijd moet je ook winnen. En het is dat jij er nog tussen zat, hè, op een gegeven moment, dat momentje. Ja, ik had één moment volgens mij, ja, die net voor, ja, op de 16 of tenminste op de 11 meter. Ja, ik had het geluk dat ik hem kon blokken, dus dat is altijd lekker. Je doet goede zaken. Volgens mij stijgen jullie naar plek 2. Inderdaad, daarom. Dat was het belangrijkste van mij.